al met al, weet je, ik vind dat, kijk, Zoetsbijt is natuurlijk een marketingcampagne, maar toch wel te gek dat je dit laat zien. En als je dan kijkt wat voor reactie er komt, dan is het dus nog steeds zo hard nodig. Ja. Dat vind ik eigenlijk nog steeds bizar. Ja. En wat is er nou gebeurd met die VVD-posters in Amsterdam? Nou, we hebben net nog eventjes alles even nagekeken of daar nog reacties op zijn gekomen. Maar vooralsnog heb ik het nog niet gezien. Maar goed, je kan natuurlijk donder op zeggen dat er natuurlijk weer een paar worden verscheurd. Of ja, weet je. Ja. Ja. Voor- en tegenstanders. Maar weet je, dat dit niet in ons land kan, dat is toch eigenlijk wel heel erg triest, hè? Nou ja, ik vind van de VVD, ik vind het ook wel goed dat ze dit gewoon wel doen. Absoluut. Ja, zeker. Voor vrijheid. Ja, en Zoetse Plei, de volgende campagne moet dan gewoon twee zoenende vrouwen zijn. Ja. Dus, ja. En dan ook echt een stelletje. Er was vorig jaar ook weer ophef over. Precies. Met die Linda Meijden. Ik zei al tegen Klaus, twee van die meiden die. Ja, als wij gevraagd zou je dat doen. Weet je, maar om een statement te maken, eigenlijk zou het goed zijn als je gewoon een keer een stel laat zien. Wat dan ook echt een stel is. Als je het statement echt goed zou willen maken. Ja. Okay. Ja. Nou, ik weet, achtergrondinformatie, die VVD-campagne. Daar zit ook wel iemand achter die zelf ook homo is. Ook zelf daarmee te maken heeft gehad. Ook met homo-geweld te maken heeft gehad. Dus er zit ook wel iemand achter die daar ook echt... Nou, zullen wij dat nu eens een zoen geven aan elkaar zonder dat we homo zijn? Oké. Schatjes. Hebben we dat ook weer gedaan? Jullie ook kussen? Even een beetje lippenstift. Dat geeft niks. Zet het erop. We gaan zoenen door het leven. Ja, zo is dat. Voor een hele gekke ochtend dit. Oh, daar komen jullie. Een hele gekke ochtend dit. Wat gebeurt hier allemaal? Dat niemand mij vertelt. Mij ook niet. Mij ook niet. Goed. Het is een beeldig uitdrukking. Ja, even kijken. Ja, dat je echt een zoen hebt gehad. Maar nu gaan we nog eens eventjes naar de sauna.